Goedemorgen allemaal. Welkom bij onze webinarserie over Microsoft Teams. Naast mij zit Michel. Wij zijn op dit moment in het gebouw van Microsoft, waarin wij een viertal webinars gaan opnemen over het gebruik van Microsoft Teams en wat dat voor jullie organisatie kan betekenen. Michel, dankjewel allereerst dat je aanwezig bent. Ja, tof dat jullie hier in ons huis zijn, wat al heel lang niet meer voelt als ons huis. Nee, het is, ik moet je eerlijk zeggen, het is wel een beetje gek binnenkomen. Het is leeg. Ik ken de tijden met de trainingen hier dat het overvol was met mensen en dat je geen parkeerplekje kon vinden. Dat was niet het geval. Ik vind het leuk dat je er bent. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje een eer om met jou aan tafel te zitten. Want je mag echt wel een goeroe op het gebied van Microsoft Teams worden genoemd. Vandaag doen we aflevering 1 of webinar 1. Waarbij we gaan terugkijken wat Microsoft Teams voor de organisaties heeft gedaan. Wat is Teams? Hoe stonden we er een jaar geleden? Waar staan we nu en hoe ziet de toekomst er over een jaar uit? Mijn naam is Arjan van der Bunt. Ik ben binnen CSN Groep licentiespecialist. Michel, vertel eens, wie ben jij en wat doe je? Ja, dus mijn naam is Michel Bouwman. Ik werk als Territory Channel Manager voor Microsoft Nederland. En in die rol ben ik heel erg aan het kijken van wat zijn nou de trends in de markt rondom het werken. Ja, wat speelt er heel erg bij onze klanten en wat zijn onze partners dan aan het doen om die behoeften in te vullen? Ja. En mijn taak is eigenlijk om die twee werelden bij elkaar te brengen. Waarbij ik me mag focussen op modern werken, zoals we dat binnen Microsoft noemen. Ja. En dat betekent dat nu 75% van mijn tijd uitgaat naar Teams, dat zal je niet verrassen. Ja. En die andere 25 naar security, want je ziet dat klanten toch wel stoeien met hoe houden we nou die balans tussen productiviteit en veiligheid. In een tijd waarbij ook de hackers buiten denken van nou, dat COVID kunnen we van profiteren. En je ziet dat ze gewoon vol bedrijf aan het targeten zijn om daar binnen te komen. Maar Teams is waar op dit moment mijn meeste aandacht aan uitgaat. Leuk. Nou, dat is ook de reden waarom we Michel gevraagd hebben om hier aan deel te nemen. Toen ik ging rondvragen wie kunnen we daar het beste voor misbruiken, kwamen we op verschillende manieren eigenlijk bij jou terecht. Okay. Ik heb zelf natuurlijk ook meerdere dingen voor jou gevolgd. En wat ik gewoon heel erg waardeer, en dat zullen de kijkers en luisteraars ook gaan ervaren. Je hebt er heel veel kennis van, je praat makkelijk. Dus laten we gewoon even kijken waar we op uitkomen en wat we het beste kunnen delen. Ja. Als ik even, want wat je zelf aangaf, je ondersteunt partners heel erg op het gebied van hoe kunnen we er nou mee omgaan? Hoe kunnen we partners beter informeren, maar ook uiteindelijk onze klanten beter informeren? Mm-hmm. Ik weet ruim een jaar geleden Microsoft Teams, nou, veel mensen hadden het, veel organisaties waren er mee bezig om er naar te kijken of hadden het zelf in gebruik. Maar deden eigenlijk alleen maar het chatten of het videobellen, daar overigens in aflevering 2 meer over. Maar hoe kijken jullie vanuit Microsoft naar de afgelopen COVID-periode en wat heeft dat voor Teams betekend? Ja, dus misschien moet ik hem opsplitsen in wat betekent het voor mij als Microsoft-medewerker. Weet je, gewoon, ik ben ook gewoon medewerker van een organisatie. En wat betekent het dan vanuit de technologie? Dus we beginnen met die eerste. We zitten hier in het mooie kantoor, maar ik kom hier eigenlijk niet zoveel. Bij Microsoft hadden we al gezegd, we trekken werk los van tijd en locatie. Mm-hmm. Dus je mag werken waar en wanneer je wil. Dus dat is iets wat wij al gewend waren. En toen daar half maart premier Rutte zei van we moeten allemaal thuiswerken, was dat voor ons niet zo'n grote switch die we moesten maken. Wat we natuurlijk wel missen is gewoon eventjes over de verschillende afdelingen lopen en toevallig die ene collega zien waar je niet zoveel mee samenwerkt. Om gewoon eens een praatje te maken of om misschien toch wat kennis te delen. Ja. Dus dat missen we wel. Verder waren we redelijk gewend aan thuiswerken. Dat was voor ons niet nieuw. Als je dan kijkt naar het gebruik van Teams, is dat natuurlijk geëxplodeerd in de afgelopen 13 maanden. We hebben het aantal gebruikers op Teams gezien, zeg 15-voudig in Nederland, een behoorlijke spike. Waarbij het inderdaad begon met name videobellen, maar we zien nu ook dat steeds meer klanten realiseren dat werk niet alleen maar videobellen is, en daarover dus in die tweede sessie wat meer, maar dat je daar Teams goed in kan zetten als een soort van hub voor teamwerk. Ja. Misschien een fun fact, 65% van alle medewerkers in Nederland zet ook tijdens hun vergadering daadwerkelijk de video aan. En daarbij leiden we eigenlijk iedereen in de wereld. Dus we zijn het ook gewend om met name die connectie te maken middels het gebruik van video. De technologie stond. De manier waarop onze datacenters zijn ingericht betekende dat we niet heel erg op moesten schalen. Ondanks dat we in die eerste dagen best de druk voelden ook op onze datacenters. Omdat iedereen wereldwijd massaal gebruik ging maken van Teams. Super onder de indruk van hoe onze engineers dat allemaal goed in de goede baan hebben kunnen leiden om eigenlijk zonder echte kleerscheuren ook die eerste weken door te komen. Dus een hele grote verandering. En wat jij zegt, weet je, er waren een heleboel bedrijven die zeiden, we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Thuiswerken past niet bij onze organisatie. Ja, die gingen van maandag op dinsdag, ging iedereen massaal thuiswerken. Ja,
Ja, en wat ik ook wel heel erg typerend vind zelf, is dat als ik kijk naar ons eigen gebruik van Teams, waaronder ook de sessies die wij hebben gehad, maar ook de intern gebruik, is dat de kwaliteit van de teamsessie heel erg op vooruit gaat. Hè? We kennen allemaal wel vergeten dat de camera aanstaat of vergeten dat de microfoon nog even aanstond of dat soort ja, een beetje stommigheden die er destijds nog in zaten, zie je bijna niet meer gebeuren. Omdat het is echt wel een gemeengoed van je dag geworden. Als ik kijk naar onze klanten, is wat wij als feedback terugkrijgen ter voorbereiding hierop, is van, oké, we begrijpen wat het doet, hè, want we werken ermee, we weten zeker hoe we ermee kunnen werken, maar wat is de opinie van, of eigenlijk de visie van Microsoft waar we nu staan, en dat is misschien een stapje voor waar we het straks over gaan hebben, is van hoe gaat de toekomst er dan uitzien? Want het is nu echt een onderdeel geworden van ons werk. Het hybride werken, wat natuurlijk jullie ook heel erg pretenderen als het nieuwe type werken, en wij ook, is dat je wel steeds meer ziet dat het gewoon onderdeel is van de werkzaamheden, terwijl je dat 13 maanden geleden eigenlijk helemaal niet, niet kon voorspellen of zo. Nee, niet alleen een onderdeel van je werkzaamheid, maar een onderdeel van je leven. We zien dat die grens tussen werk en privé, dat die heel erg aan het vervagen is. Weet je? We zitten nu heel de dag, zitten we veel mensen gewoon aan de keukentafel. Ik ken mensen die zitten letterlijk in hun slaapkamer aan een bureau. Waarbij ik overigens kan aanraden om dat vooral niet te doen, want je moet een soort van disconnectie hebben tussen thuis en werk. Overigens in de derde sessie gaan we het daar met name hebben over welzijn. Wat denk ik een hele belangrijke is, waar we ook echt wel goed op inzetten, fors op inzetten binnen Microsoft. Ja. Maar die scheidingslijn tussen werk en privé is heel erg aan het veranderen. En dat heeft nadelen. Dus we zien dat mensen eerder inloggen en later uitloggen. Dat zou kunnen betekenen dat ze meer werken. Ja. Maar het heeft ook een heleboel voordelen. Zoals bijvoorbeeld tussendoor eventjes een boodschap doen. Ja. Je ziet steeds meer mensen, en dat zien we ook terug, we hebben een groot onderzoek gedaan. Mensen waarderen het dat ze tussendoor even iets anders kunnen doen. Mensen waarderen het dat ze dichter bij hun gezin zijn. Het grappige uit het onderzoek komt ook dat mensen het heel erg waarderen dat ze dichter bij hun huisdieren kunnen zijn. Ja. Wat ik een interessante vond. Dus dat komt allemaal veel meer komt dat bij elkaar. En je ziet ook dat de manier hoe we naar werk kijken langzaam aan het veranderen is. Ja. We zaten heel erg van 9 tot 5 en je moest die 8 uur per dag werken. Maar we ervaren nu ook in dat eerste jaar dat werk wat je normaal in 8 uur deed, ja, dat kan je nu in 4 of 4,5. En moet je dan nog steeds 4 uur gaan werken? Wij denken dat niet de oplossing is. Het is die balans tussen welzijn en productiviteit. Dat wordt nu denk ik een hele belangrijke. Ja. En daar zie ik best wel wat bedrijven mee stoeien op dit moment. Van hey, hoe gaan we nou van een controle naar een vertrouwenorganisatie? Waarbij we mensen niet gaan aansturen op heb je wel 8 uur gewerkt vandaag? Ja. Maar meer naar heb je opgeleverd waar je voor opgeleid staat? En dat betekent dat je de ene dag 3 uur werkt en de andere dag misschien 9. En dat je tussendoor zegt, hey, ik ga eventjes een ommetje doen. Of ik ga eventjes naar de supermarkt. Of de kappers zijn nu weer open. Ik ga even naar de kapper. Iets. Dus je ziet dat die scheidingslijn wordt steeds vager tussen werk en privé. We lanceren binnenkort, het heet FIFA Insights. Ja. Waarbij we dat natuurlijke moment van het scheiden van werk en privé wel weer terug gaan proberen te brengen. Ja. Ja, want dat is wel leuk dat je dat zegt. Daar gaan we het overigens ook echt in sessie 3 uitvoerig over hebben. Wat ik zelf even als praktijkvoorbeeld ervaar, is dat een week of 5, 6 geleden had ik een achteraf een beetje een waanidee hoor, moet ik erbij zeggen. Maar ik had een heel leuk commercieel idee dat ik dacht, nou, daar moeten we wat mee. Dus ik maak een teamchat aan met wat collega's waarvan ik denk, joh, dat is eigenlijk wel interessant om in mee te gaan. En ik zit lekker om 1:30 daar een verhaal in te typen. En ik verstuur dat. En ik ga op de bank zitten en ik heb mijn telefoon altijd op stilstaan, want ik ben nogal snel afgeleid. Maar ik open mijn telefoon en ik zie gewoon dat bijna iedereen heeft geantwoord. Omdat het gewoon, ja, het is gewoon geworden. En dat is ook een risico. En dat, nou nogmaals, daar gaan we het in 3 over hebben. Maar dat herken ik wel heel erg. En dat is ook wel de feedback die we terugkrijgen van onze klanten. Is dat door Teams is er natuurlijk een heel groot voordeel gekomen van het sneller communiceren met elkaar. Het beter communiceren met elkaar op een verantwoorde manier ook in deze COVID-tijd. Maar het zorgt ook wel voor een stukje druk, tweeledig, denk ik. Enerzijds door, ja, wat vindt mijn manager ervan dat ik toch af en toe eens een uurtje ertussen uitpiep om een keer een boodschap te doen. En anderzijds van, ja, als iemand dan om 8 uur mij een appje stuurt of een berichtje stuurt, moet ik dan meteen antwoorden. Ja, zo zagen we ook in de eerste periode zagen we heel veel bewijsdrang. Ja, dus, hey, ik ben echt aan het werken. Je zag dat mensen overgingen bewijzen dat ze dat thuiswerken wel aankonden. En dat is niet oké. Okay. Dus je moet ook, denk ik, in organisaties, en dat gaat minder over technologie en meer over cultuur, afspraken maken over
wanneer reageer je wel en niet. Ja. En dan niet van je mag niet na 6 uur reageren. Nee, het is meer, het is oké om niet te reageren. Als je kijkt naar hoe mijn dag is, mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen. Dus dat betekent dat er best wel wat momenten op de dag zijn waar ik minder met werk bezig wil zijn en meer met het gezin bezig wil zijn. Maar dat betekent ook dat er uren zijn die buiten de normale werktijden vallen, ja. Die voor mij juist heel lekker zijn om te werken. Dus ik breng iedere ochtend, en gelukkig kunnen ze weer, de kinderen naar school. In ieder geval de kleinste 2, die oudste wil het niet meer. Alleen als het regent. En dus die breng ik naar school. Ik zorg dat ik niet later dan 1 uur of 4 stop. En dan gebruik ik die tijd van 4 tot 8 om vol met de kinderen. En dan van 8 tot 9 vind ik het prima om nog wat werk te doen. Maar op het moment dat ik een e-mail stuur of een Teamsbericht stuur, verwacht ik niet van iemand anders terug meteen een reactie. En dat zijn ook dingen die we nu in de technologie stoppen. Er is een tool die heet Mindalytics, die we ook weer in sessie 3 nog terug gaan zien komen. Waarbij we noemen het nudges, dus een soort van setje krijgt. Van hey, je wilt nu een e-mail versturen. Zal ik die morgenochtend om 9 uur versturen? Want deze persoon is normaal, op een dag start die om 9 uur. En dan heb ik mijn werk wel gedaan, maar dan krijgt die andere pas binnen op het moment dat de werkdag voor die persoon echt begint. Dus ik denk dat we daar, en dat is meer een cultuurding dan een technologieding, goede afspraken over moeten maken. Van het is niet erg als je nu een bericht krijgt van iemand, ook al is het je manager of de general manager van de organisatie, je hoeft niet meteen te reageren. Tenzij dat gewoon past in wat jij lekker vindt. Ja. Nou, wat jij zegt, dat ook dat herkennen we heel erg. Hè? Dat je het Teams chatten, om het even zo te benoemen, is een soort medium geworden waarbij wij onszelf dan de druk opleggen om te antwoorden alsof het een soort WhatsApp is. Hè? Want mensen typen natuurlijk snel. Terwijl een e-mail wordt vaak wordt toch wel vaak gelezen, tenminste dat is mijn ervaring. Maar je zet hem op ongelezen en je pakt hem de volgende ochtend op. Mm-hmm. En toch ergens in ons hoofd hebben we zoiets op het moment dat we een chat ontvangen, hey, dan moeten we reageren. Dus dat is wel leuk. Dan moeten we inderdaad, denk ik, bij sessie 3 wat meer over stilstaan. Maar ik denk wel dat je een belangrijk punt aansnijdt met de consumenten chat applicatie. Jij gebruikt dan WhatsApp, maar zo zijn er nog een paar. Als we kijken naar welzijn, is het soms inderdaad fijn om even niks van je werk te horen. Weet je, als je heel de dag aan je keukentafel hebt gezeten en je hebt de hele dag, daar heb je je werk gedaan, je hebt weinig mensen om je heen gezien. Op een gegeven moment denk je dan, ik ben gewoon klaar met het werk. Ik zie heel veel klanten die zeggen, we gaan die consumentenapplicatie gaan we niet meer zakelijk inzetten. En verlos van de veiligheidsrisico's die er allemaal zijn, hè, want er zijn genoeg verhalen van, noem het WhatsApp, maar dat kan iedere app zijn, waar groepsapps zijn. Waar mensen allerlei dingen aan het delen zijn en daar komt zakelijke informatie in. Iemand wisselt van werkgever, maar zit nog wel steeds in die groep. Ja. Ja, dus je hebt het security aspect, maar ook het welzijn aspect. Zien we heel veel meer zeggen, die consumentenapplicatie groepen, daar gaan we vanaf. En we verhuizen die groepschat, verhuizen we naar Teams. Ja. Het voordeel is, in Teams zit een functionaliteit die heet quiet hours. Dus dan kun je de notificaties van de app kun je uitzetten. Ik zet regelmatig, als ik denk, oké, dit is familietijd, zet ik de notificatie zet ik uit. Dus ik krijg geen berichten binnen. Iedereen kan me sturen wat ik wil. En op het moment dat ik klaar ben om weer met werk aan de slag te gaan, dan kan ik het weer aanzetten. Dus ik zie, grappig dat je dat zegt, ik zie dus echt een shift van het gebruik van die groepen in die consumentenchat-applicaties naar Teams. En gewoon binnen de chat een groepschat aanmaken en daar met z'n allen praten. Ja. Maar ik denk dat we redelijk samenvatten hoe de meeste mensen er op dit moment mee werken. Als ik even kijk naar de feedback ter voorbereiding van de serie die we nu voeren. Als je dan een soort glazen bol of zo, laten we dat zo benoemen, pakt. Hoe denk je of waar liggen op dit moment de focusgebieden voor Microsoft op het gebied van ontwikkeling voor Teams? Mm-hmm. Nou, misschien als we korte termijn pakken, hebben we net een aantal nieuwe functionaliteiten aangekondigd. Een daarvan is de mogelijkheid om webinars te organiseren. Ja. Dus als je zegt, hey, ik heb een marketingafdeling die deed altijd evenementen, dat kunnen we nu niet meer doen. Of willen we nu niet meer doen, hè? Want we hebben het afgelopen jaar ook heel veel geleerd over evenementen en hoe doen we die dan. En als we ze filmen, hoe filmen we ze dan? Dus je ziet, en dat is bij ons ook, wij doen 4 grote evenementen per jaar. Ja. Daar vlogen we altijd met 40.000 man vlogen we naar een plekje in Amerika om zo'n conferentie bij te wonen. Daar werd wel gefilmd. Maar dat filmen was meer vanuit de bezoekersvisie, zeg maar. Ja. Hoe nu gefilmd wordt, is meer vanuit een tv-productie bijna. En die gedachte. Dus ik denk, als we kijken naar de toekomst van evenementen, zal er altijd nog een digitaal element erbij zijn. Dus we hebben onlangs de webinar-functionaliteit aangekondigd. Ja. Waarbij je webinars kunt doen vanuit Microsoft Teams. Inclusief registratielinks, bijhouden wie er allemaal zijn geweest, hoe lang ze zijn geweest, wat ze hebben gekeken, wanneer ze zijn binnengekomen.
et cetera. En vervolgens de koppeling maken met je marketing automation systeem. Om dan ook weer die mensen allemaal op te volgen of nieuwe content te sturen. Iets anders wat we aan hebben gekondigd is een vraag die ik heel veel krijg. Michel, hoe kan ik een PowerPoint presentatie presenteren en nog steeds iedereen in de meeting zien? Dus we hebben een functionaliteit aangekondigd die heet PowerPoint Live. Ja. En in PowerPoint Live zie je dus je deck plus je notities in de presenter view. Je ziet alle sprekers, je ziet al je slides, dus je weet ook wat de volgende slide is. En dit is iets wat we nu aan het uitrollen zijn. Dus als je nu kijkt, ga naar delen en dan via browse je PowerPoint selecteren. En dan zie je die view. Een andere veelgevraagde functie is de mogelijkheid... Mag ik even onderbreken, Michel? Ja, leuk om te weten is dat ik heb toevallig gisteren met een collega van mij zo'n PowerPoint presentatie gegeven aan een klant. En wat wij waren vergeten is dat je dan dus ook zeg maar de presentatie alvast kan doorklikken. Oh, ja. En in dit geval was het een budgetindicatie. En het leuke was, wij zaten een verhaal te vertellen. En we keken naar dat scherm en we dachten, die man die luistert wel, maar toch ook weer niet. En wat deed die slimmerd? Was aan doorklikken. Die zat al aan het doorklikken, dus die klikte naar slide 9 en die dacht, oeh, dat bedrag wat er staat, daar moeten we toch nog even iets over doen. Dus dat was wel tip van Flip, is zorg ervoor dat je dat vinkje uitzet. Even uitzet, ja, dus je kunt inderdaad zorgen dat mensen niet vooruit klikken. Ja, dus sorry, ga verder met je verhaal, maar het was echt leuk om daar even op door te gaan. Dus precies wat jij zegt is dat wij merken, kijk, uiteindelijk ben ik commercieel en waar wij worden afgerekend is niet de kilometers die we maken, maar is uiteindelijk wel het succes bij onze klanten. En waar wij heel erg aan moesten wennen, is dat we moesten digitale afspraken maken. Mm-hmm. En zoals waarschijnlijk iedereen dat wel herkent, is het maken van een digitale afspraak niet zo moeilijk, maar het afzeggen daarvan is toch net even wat makkelijker. Mm-hmm. Dus je zag dat je bezoekfrequentie digitaal minder was en dat het presenteren van jezelf achter het scherm. Ik ken jouw opstelling thuis. Overigens ook een aanrader voor iedereen om eens wat ideeën op te doen. Dus om eventjes op jouw LinkedIn te kijken. Sowieso om te volgen voor content. Want dat is echt bizar wat je allemaal deelt. Maar ook naar jouw thuiswerkplek te kijken. En om even terug te gaan wat ik wilde vertellen was. Wat je merkt is dat doordat je meer functionaliteit krijgt. Zoals het delen van een PowerPoint. Is dat je ook niet meer je scherm hoeft te delen. Dus dan zie je de kijker niet meer of de luisteraar niet meer. Je ziet nu je side notes voorbij komen, dus je ziet wat je eigenlijk wil vertellen. Je kan je eigen slides blijven bekijken, maar je kan ook mijn gesprekspartner aan blijven kijken. En dat vond ik zelf wel iets wat ik miste en wat er bij ons in zit nu. Het is die connectie. Het is precies. In het voorbeeld wat jij noemt van dat salesgesprek wat je doet, de reacties zien, de non-verbale ook, van de persoon aan de andere kant is heel belangrijk. En of dat nou een HR-gesprek is... Ja. Of een teammeeting, of een daily stand-up, of whatever het is. Uitleggen van een project, brainstorm sessie. Ja, dan wil je die connectie wil je hebben. Iets anders wat we daar nu gaan lanceren, het heet Presenter Mode. Uh-huh. En grappig trouwens wat je zegt over thuiswerkplekken. Daar komen we zo nog wel terug als we echt naar de toekomst gaan kijken. Presenter Mode, en daarmee kun je jezelf voor de presentatieslides zetten. Uh-huh. Dus dan heb je de slides heb je achter je. Je zit zelf, zit je ervoor. Of je kunt zeggen, ik doe het meer een soort van journalistieke opzet. Ja. Waarbij jij hier zit en je slides zijn hier achter. Of je kunt jezelf naast de slides doen. En dat heeft alles te maken met, hoe maak ik mijn, ik gebruik het woord immersive. Ik kan even zo snel niet op het Nederlandse woord komen. Maar hoe maak ik mijn sessie zo aantrekkelijk en interactief mogelijk? Ja. Want onze hersenen hebben maar de capaciteit om 16 minuten echt goed op te letten. Ja, dus juist dat soort elementen erin brengen, zorgen ervoor dat je hersenen op een andere manier erop reageert. Dus er zit ook een stukje psychologie zit erachter. Dus hetzelfde met, je hebt Together Mode in Microsoft Teams. Dus wederom, je hersenen krijgen na 16 minuten, na 9 van die beeldjes of 49 van die beeldjes kijken, worden je hersenen moe, werkt het niet meer en dan ga je minder goed de stof opnemen die je tot je hebt genomen. Dus we hebben een jaar geleden Together Mode gelanceerd. Ja. Dus mocht je dat nog nooit gezien hebben, klik een keer op die drie puntjes bovenin je meeting venster. Dat gaat binnenkort helemaal naar links trouwens. En klik daarop samen zijn modus, heet dat geloof ik in het Nederlands, of together mode. En daar wordt je hoofd wordt uitgesneden en daar word je in een virtuele ruimte geplaatst met z'n allen. Ja. Ten eerste pak je veel meer non-verbalen, maar het is ook veel rustiger. Daar hebben we echt hersenonderzoek naar gedaan. Veel rustiger voor je hersenen. En dat zijn van die dingen die we proberen te implementeren. Nou, om dan je vraag te beantwoorden, want we begonnen eigenlijk met meer korte termijn. Als we dan naar iets langere termijn praten, en dan praten we echt niet over een jaar of 5 jaar, nee, het is denk ik al veel korter. Dus we hebben met z'n allen moeten leren van 100% op kantoor naar 100% virtueel.
En zometeen gaan we de slag maken van 100% virtueel naar hybride. Ja. 80% van de business leaders zegt, we gaan niet meer 100% terug naar kantoor. 75% van de organisaties heeft al een thuiswerkpolicy klaarleggen om mee aan de slag te gaan. En daarbij zie je dat in variaties mensen de ruimte krijgen om thuis te werken. Dat betekent dus dat we heel veel situaties krijgen waar een deel van de mensen in de ruimte zijn, dus op kantoor zijn. Bijvoorbeeld hier, en we zullen zo praten over wat de rol dan van het kantoor is. Uh-huh. Op kantoor zijn en een deel van de mensen zal nog thuis zijn. En dat wordt een interessante met hoe gaan we dan ook onze meetingruimtes inrichten om ervoor te zorgen dat je die connecties haalt. Want misschien herken je het wel, jij zit thuis, er zitten nog vier mensen, die zitten allemaal op kantoor. En dan voel je je toch een beetje buitengesloten. Ja. Ik zag, mijn oudste twee kinderen mogen nu ook weer één dag in de week naar school. Maar dan zit de helft van de klas thuis en de helft van de klas zit virtueel. Ja. De docent, die ontiegelijk zijn best doet om dit goed te laten werken, vergeet soms die virtuele groep. En richt zich alleen maar naar de mensen in de ruimte. Ja. Nou, en dat is waar we, dat is wat we moeten gaan voorkomen. Wij hebben dan Microsoft Teams Room Systems hebben we daarvoor. Ja. Dus speciaal om die interactie te doen. Ik zie ten eerste de rol van het kantoor heel erg veranderen. Ik zie dit kantoor hier op Schiphol ook niet als een werkplek, maar dit is voor mij een ontmoetingsplaats. Ja. Ja, dus hier komen we samen om elkaar te ontmoeten. En dat kan vergaderen zijn, maar dat kan ook gewoon, net zoals wij nu doen, eventjes bijpraten zijn. Maar als ik gewoon werk moet doen, ja, dan ga ik liever thuis zitten op mijn thuiswerkplek. En daar mijn dingen. Dus de rol van het kantoor is denk ik heel erg aan het veranderen. En ik denk ook dat de setup, en dat klinkt misschien vreemd, maar de setup in meetingruimtes gaat denk ik ook veranderen. Ja. Normaal, als jij en ik een 1-op-1 sessie zouden doen, of we zouden nog één iemand in de vergadering hebben, dan zouden we hier een soort van driehoek gaan creëren. Dus jij zit daar, ik hier, en er zit een persoon hier. Maar nu hebben we opeens daar nog een heleboel mensen zitten, die zitten allemaal mee te kijken en die zitten virtueel in deze vergadering. Ja. Dus de setup straks wordt, jij zit daar, ik zit hier en de andere persoon zit hier en de rest van de mensen zit daar. En daar kijken we, weet je, we kijken nu in de camera, maar daar is straks het meetingscherm. En wat je dan ziet is aan deze kant zie je alle acties staan die je hebt besproken. Ik zeg, oh weet je wat, ik mag die PowerPoint slides wel voor volgende week. Teams pikt dat op en weet, hey, Michel heeft gezegd dat hij de PowerPoint slides maakt. Dat zie je ook meteen aan de linkerkant van het scherm, zie je, Michel maakt PowerPoint slides. Ja, ja, ja. Ja. En hey, Cortana, dat is onze virtuele assistent. Hey Cortana, kan je me helpen om volgende week om 2:00 op woensdag een vervolgmeeting te plannen met dezelfde groep? Cortana gaat meeting plannen, gaat allemaal vanzelf. Hè? Ja. Aan de rechterkant zie je de chat, in het midden zien we alle content. We zien jou als virtuele deelnemer, zien we onder in beeld. Ik heb een digitaal whiteboard waar ik op kan tekenen. En dit klinkt misschien als heel ver. Hier gaan we met een half jaar, gaan we hier al naartoe naar dit soort opzetten. Nou, wij hebben zelf wat ervaring. Een van onze partners, Communicative. Dat is een partner wat jullie natuurlijk ook heel erg nauw mee samenwerken. Die heeft een oplossing, Meeting Room for Teams, noemen we het, laten we het zo noemen. En wij hebben met hen nu een aantal presentaties gehad voor zowel intern als voor onze klanten. Ja. En als je ziet de gemakkelijkheid waarop zij presenteren en eigenlijk precies wat jij zegt, want laten we eerlijk zijn, ik ben na 16 minuten vaak toch echt wel afgeblust. Ja. Omdat we uiteindelijk allemaal zo zijn. En misschien is het in mijn geval zelfs wel wat eerder, omdat ik nogal snel, wat ik net zei, ben afgeleid. Mm-hmm. Maar de gemakkelijkheid die zij hebben om te presenteren, ze zitten daar ook wel in een kamer of in een room. Maar het ziet er en mooi uit. Maar er kan ook iemand digitaal heel makkelijk inloggen. Het makkelijk openen van whiteboards, waarbij je zelf ook kan gaan tekenen. Dus je gaat brainstorm sessies, wat je net ook zei, creëren. Nou, en dan die digitale assistent die er ook voor zorgt dat de aantekeningen worden bijgehouden, om het maar even zo te noemen, en de acties meteen op te volgen. Ja, dat is wel het nieuwe werken. Want dat is misschien nog wel interessant om even op verder te gaan. Want ik zie een nog veel grotere rol voor Teams in de toekomst. Maar daar moeten we misschien een beetje mee oppassen. Want ik denk dat we echt helemaal de desktop gaat worden, waarin we alles gaan doen. Kun je een klein beetje prijs geven van hoe jullie daar naar kijken? Grappig dat je dat zegt. Eigenlijk niet, omdat we daar nog niet zoveel over delen. Maar misschien om je een hoog overplaatje te geven is je hebt in Azië heb je WeChat. Mm-hmm. En in WeChat gebeurt alles. Ja, dus daar bestel je pizza. Je doet daar je vergaderingen. Je doet je bankzaken in die app. Dat denk ik niet dat we dat gaan doen met Microsoft Teams. Maar ik denk wel dat alles wat met productiviteit te maken heeft, dat je dat daar gaat zien. We praten ook steeds meer over Teams als een platform. Ja. En je ziet, en dat zul je zien in de volgende sessie, dat we
Teams is meer dan alleen maar, net zoals dat werk meer is dan alleen maar videobellen, is Teams ook meer dan alleen maar videobellen. Ja, dus je hebt chat, je hebt Teams, je kunt bellen, gewoon, ja. Dus met een vast telefoonnummer bellen vanuit Teams. Maar ook de integratie met third-party apps. Dus er zit een app bijvoorbeeld van Salesforce, wat een directe concurrent is aan de CRM-kant. Ja. Daar is een Teams-app is daarvan. Dus je ziet ook die integratie met die apps, Power Platform. Zelfs apps bouwen. En dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar ik ben niet technisch. Maar ik kan mijn eigen app of chatbot in elkaar klikken. We noemen dat low-code, no-code. Ja. Waar je heel snel dingen in elkaar kan doen. In de vierde sessie zullen we daar een leuke demo van geven. Dat heb je. Of je eigen applicaties bouwen. En ik zie heel veel ontwikkelkracht nu ook om ons heen ontstaan. Van mensen die zeggen, nee, we zien waar Teams naartoe gaat. We gaan apps bouwen die of in je Teams-omgeving leven. Waardoor je dus niet naar een andere window hoeft te gaan, maar je blijft in dat ene venster. Ja. Overigens heeft Forrester een onderzoek gedaan dat als je Teams inderdaad in gaat zetten vanuit een platformgedachte, dat je daar als informatiemedewerker, dat zijn de meeste mensen in Nederland, dat je daar tot 8 uur per week mee kan besparen. Dat is een hoop uren. Breng dat even door met hoeveel mensen je in de organisatie ja. hebt en wat dat dan aan geld scheelt of een productiviteit oplevert. Maar wij zien dus apps daar, maar ook apps in meetings. We hebben laatst iets aangekondigd, dat heet Meeting Extensibility. En wat dat betekent is dat je je applicaties in die Teams meeting kan stoppen. Een makkelijk voorbeeld daarvan is polls aanzetten. Ja. Enquêtes. Ja. Nee, en dat is dus met één druk op de knop een enquête starten. En die enquête start dan niet ergens in een ander venster. Nee, die start in je vergaderscherm. Nee, en dan van daaruit werken. We zien steeds meer applicaties, mensen die meetings begeleiden middels een app. Waar je dus gewoon in je scherm ziet welke topics je allemaal wanneer moet doen. Hoe ver je dan al in de tijd bent. Of we zien ook meer de softe kant. Dus we zien trainingsbureaus die nu applicaties maken in dat meetingvenster. Ja, 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 ja. Over, hey, let erop in je verkoopgesprek. Let je hierop en je let hierop en je moet hierop letten. Dus ik denk dat het daar naartoe gaat. De toekomst voor Teams is heel vet. Ik kan zeg maar een jaar, anderhalf jaar in de toekomst kijken. Ik denk wat we nu zien is nog slechts het begin van wat er straks zal komen. Dankjewel. Graag gedaan. Zoals eigenlijk iedereen wel hoort en ook ik zelf wel weer elke keer verrast ben van wat je vertelt, is dat er allerlei nieuwe features aankomen. Teams is een absoluut onderdeel van ons werken geworden, van ons leven geworden. Hè, als je het even mag samenvatten, want ja. Ook 's avonds op de bank werken we ermee. Dankjewel voor sessie 1. Ik ga je volgende week en de week daarop en de week daarop nog 3 keer zien. Leuk. Dan gaan we de volgende sessie over Teams is meer dan alleen videobellen. Dan wil ik graag wat dieper ook ingaan over bellen met Teams. Een stukje over vertellen als het kan. Goed. En dan zien we jullie graag terug. Goed om even te vertellen. Stel je vragen. Dat kan in de chat. Wij zullen ze direct beantwoorden. Sommige vragen die misschien wat inhoudelijker gaan, zullen we wat later beantwoorden. We doen alle communicatie terug. Ben je stiekem toch een keertje afgehaakt of kijk je dit later terug? Geen probleem. Alle series, alle webinars zijn terug te kijken. Communicatie gaat via ons lopen. Michel, dankjewel. En tot de volgende aflevering. Tot volgende week.